Deze tentoonstelling is georganiseerd in het kader van het Art Nouveau-jaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel en Art Nouveau onlosmakelijk verbonden. En ook eigenlijk de Koning Boudewijn Stichting die een fantastische Art Nouveau-collectie heeft. Zij kopen topstukken van de Art Nouveau aan, die dan vervolgens museale collecties gaan vervolledigen. En daarom werd beslist in het kader van het Art Nouveau-jaar van die topstukken echt schatten van Art Nouveau van de Koning Boudewijn Stichting samen te brengen in deze tentoonstelling in Bellevue. L'idée de cette expo, c'était de raconter des histoires autour d'une cinquantaine d'objets qui sont exposés ici. Et chaque fois avec un petit détail, une amorce, une anecdote assez originale pour raconter vraiment des histoires et donc emmener le visiteur dans cet univers particulier qu'est l'Art Nouveau. En 2023, on fête les 130 ans de l'Art Nouveau avec la première maison Art Nouveau construite par Victor Horta, l'hôtel Tassel, et la première maison construite par Paul Ancard, sa maison personnelle. Donc 2023, c'était une opportunité de pouvoir fêter cet anniversaire et de pouvoir aussi le faire en sollicitant de très 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 nombreux acteurs bruxellois. Een prachtig voorwerp is de zogenaamde nymfenlamp van beeldhouwer Egide Rombaud in samenwerking met François Rosemans, een zilversmid. En ze stelt een ivoren nymf voor die gevangen zit in een stengelmotief van zilverwerk. Een stengelmotief ook typisch voor de Belgische Art Nouveau. Het is niet de bloem zoals de Franse Art Nouveau, maar de stengel die bepalend is. En die stengel die loopt uit op twee kleine knopjes die elektrische lampen zijn. En dat is ook weer die technische vernieuwing van de Art Nouveau. Elektriciteit nog totaal onbekend bij het grote publiek, maar een kunstwerk dat eigenlijk al die elektriciteit omvat om mooi sfeerlicht te geven in een interieur. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour les paravents d'Ancard, donc qu'il avait créé pour le restaurant du Grand Hôtel sur le boulevard Anspach, parce que ça nous met directement dans l'ambiance de l'époque. Donc il faut imaginer un grand restaurant, une grande salle de restaurant avec beaucoup de monde. Et Paul Ancard avait créé ces paravents sur roulettes que les clients pouvaient demander d'approcher de leur table pour avoir un peu plus d'intimité. De Koning Boudewijn Stichting bezit ook het icoon van de Art Nouveau juweelkunst. Internationaal herkend en het werd in 1899 tentoongesteld in Brussel, was onmiddellijk verkocht door een rijke dame. Maar we weten niet of ze het gedragen heeft. Het is echt een kunstenaarsjuweel, want het is een medusa-hoofd met opale ogen gezet in een ivoren gezicht. Een heel verstenende aanblik. We moeten naar deze tentoonstelling komen kijken omdat er gewoon fantastische stukken van Belgische Art Nouveau zijn waar we eigenlijk als België fier op kunnen zijn. Want het is ook een stijl die hier gebloeid heeft, waar Brussel zo sterk in is geweest, die eigenlijk de grondlegger is geweest van de Art Nouveau. Vandaar kan je al die stukken individueel hier komen bekijken en ook bewonderen en hun verhalen leren kennen.